Ja, het is weer passen en meten met bouwbedrijf van de Leest. Dit moet er allemaal in. Doet hij het meneer Maarten? Ja, we mogen 200 pinnen, dus ik denk dat hij half vol zit. Karren, jongen. Gisteren een klein bouwvakborreltje gehad. Vannacht de kleine nog ziek, dus alles is perfect om een lekker stuk te gaan trappen. Ja. Dank je, Luxemburg, hè. 1,75, dat zijn prijzen. We zijn tenslotte Nederlanders. Zo, Jordi. Lekker, man. Helaas door de file even een tussenstop. Heel veel last gehad van file, dus we besluiten om een bekend watertje even een kort nachtje te doen en morgen vroeg dan gaan we lekker kassen. Gaan we naar de plannen die we hadden bedacht. Met de monster helaas, zo de nacht in. Hopelijk vannacht op het visje. Zo. We zijn van de nul af, maat. Hè? Huh? Jazeker. Hij mag weer zwemmen. Vet hier. Ja, slaaploos nachtje. Elke uur denk ik een laanbeetje zo. 5-6 aanbeten. Gewoon zo'n een kilootje of 8-9 denk ik. Ja, de mooiste vis is wel ontsnapt tijdens het fotograferen uit de sling. Goed, inpakken en door naar het water waar we naartoe willen. Zo, na 2,5 uur karren zijn we er dan. Een prachtig water, midden in de Alpen. Helaas best wel wat vissers aanwezig. Dus op deze stek zal het moeten gebeuren, want verder zijn er weinig opties beschikbaar. Zo, een korte radiostilte. Hier ook de eerste vis van het nieuwe water. Een mooie spiegel van 14 kilo.
aan de water. Vannacht maar één visje helaas. En 's morgens kwam er iemand in gesprek en toen bleek dat we weer op een stek zaten waar je alleen mocht nachtvissen. Overdag was het overigens ook, nou, was echt geen doen met, hoe noem je dat? Recreanten. Die de hele dag om je hengels heen liepen, die continu werden de hengels eraf geslagen en gestoten. En elke keer mensen in de lijnen. Dus wouden we 's morgens verkassen. Alleen toen zagen we dat het meer eigenlijk vol was. Alle opties waren eigenlijk bezet. Nou, Google Maps geopend, even rondgekeken hoe we in de auto gestapt. En nu zijn we op het volgende water. Prachtig water. We weten weinig over het bestand. Wel dat je mag nachtvissen. Dus we gaan het meemaken. Vangetjes erbij. Wat willen we nog meer? Eerste van het nieuwe water. We zagen vis springen in de hoek. Paantjes bollykruimer opgegooid. Ik zeg tegen Jordi, ik zal maar gaan even stalken. Even 10 minuutjes met een hengeltje onder het kantje. En hij loopt gewoon af. Dat is inhaken op de situatie. Hè? Het is geen pb, maar zeer blij mee. Vooral de manier omdat hij gevangen is. Schemer valt in. Heerlijk avondje. Hopen op een mooi visje vannacht. Lekker maat. Ja man. Mooi vis. Eerste vis van mij hier. Nieuw water. Ik ben blij mee. Lekker maat. Ja. Foto's maken en terug die app. Lekker terug. Zo zitten we weer. Morgen even lekker uitgeslapen. Voor het eerst deze week. Goed ontbeten. Vannacht hadden we 4 vissen. Tot begin 30 pond. Ja, begin 16 kilo of zo. Uiteindelijk wel besloten om te verkassen. Want ja, we komen toch wel voor de grotere vissen naar Frankrijk. Dus ik zit er nu op een klein putje. Jordi is aan de andere kant gaan zitten. We hebben gezegd, we verspreiden de kansen. Allebei een eigen hoekje, even kijken of we snel iets kunnen prikken. Is het iets, dan gaan we hier vannacht terugkomen. Is het niks, dan verkassen we waarschijnlijk naar het water wat we hebben aangevoerd gisteren. Dus hopen we daarmee. De hele dag zitten blenken natuurlijk, 36 graden, geen reet gevangen, maar wat er nou aan zit te komen is ook niet best. Het lijkt wel alsof er een bosbrand of zo is ontstaan.
aardig dichtbij. Wat echt veel erger hoor. Maar ja, serieus, kijken wat we gaan doen, maat. Want als hij hierin komt, dan. De wind draait vanavond al hierin. Moeten we hem echt peren. Er zit nog wel een heel dorp tussen, maar. Zou dat kwaad kunnen, joh? Ik weet het niet. Tijdens de bosbrand. Mooi was, dat wierbed. Dat dreef eroverheen. Ik denk, ja, dat is dat wierbed, joh. Spiegeltje. Schub. Oh, schub. Mooike. Dat zag ik echt niet aankomen, jij? Nee, ik zou hem ook niet aankomen, maar ik dacht wel dat het mijn vis was. Als gaat die lijn niet slap, strak, slap, strak. Ik denk die wordt gewoon meegesleurd en verlegd door de wier. Deze wil ik echt graag vangen, jongen. Ja! Oh, dat is een dikke maat. Zo, zeer blij mee. Na een lange warme dag. Mooi dertiger. Hoop struinsekjes afgegaan. Eindelijk, 36 graden. Voor de dagtijd was het eigenlijk al opgegeven. Twijfelden we wat we moesten doen met die bosbranden. Moesten we blijven zitten of niet. Vanavond gaat de wind draaien. Dus als we last van de rook kunnen krijgen, zullen we toch moeten gaan aftaaien. Maar straks even het nieuwsbericht kijken hier. Oh. Helemaal door de wier heen, de wier ligt erop. Kan jij die schub terugzetten? Zeker kan ik die schub terugzetten. Die hier op de mat ligt. Holy shit. Ben doen? Ah, bril hè. Lekker man. Kijk eens aan, maat. Lekker man. Een mooi schub rijker. Ja. Uit wie? Hele mooie vis. Lekker. Zo jongens, 16 kilo, 17 kilo, Jordi vangt net 19 en daar is de eerste 40 van de trip. 21 kilo toetoon, zeer content mee, wat de vis en maat. Slapeloze nacht, mooi, maar wel veel vis. En kijk eens hier.
Slaap is voor apen, hè? Ja. En de rest van het leven nog. Hele mooi, dus. Met een hele knappe kerel. Toch eigenlijk wel apart vannacht. Hebben we echt op de klei in de vis gezeten. Of ja, vergeleken met overdag. Tot 14 kilo. Maar op een of andere manier is alles zo knetterwild dat we besloten hebben om het niet te filmen. Maar gewoon gelijk terug te gooien, want we waren ze wild. Even bitchclaps. Dat zeg je u tegen. Zo, dat zie je ook niet elke dag. Flinke vinrot gehad of zo. Staat weg, vinden weg. Zou zo'n rug vinden, die is helemaal. Eens kijken, ja. Flinke strijd gehad deze om te overleven, denk ik. Maar goed, eentje van de velen. Het is vandaag weer 36 graden, dus ik verwacht dat het vanmiddag lekker rustig wordt. Felle visjes hoor. Ja, zeker weten. Zelfs zonder staken. Vinnen. Voor de tijd van het jaar. Daar ook in. Dat is een luchtalarm. Het is wel eerst de zoveelste dag van de maand, hè? Oké. Okay. Bij ons is het ook altijd maandag. Nee, maar niet net nou China die Taiwan aan het bombarderen is. Is 12 uur. Ja, het zal niet al schillen. Dan is het goed. China heeft vannacht ruzie gezocht met Taiwan, dus dat weet me nooit. Huh? Ja, niet je maat, allemaal vallende sterren. Maar kernkoppen. Eerst deze vangen. Zou er een luchtalarm af zijn gegaan gisteren als die bosbrand er dichtbij kwam? Denk het wel. Denk het wel. Zo! Visje van net. Zeer blij mee. Prachtige spiegel. Zo zie je dat het bestand hier ook echt flink verschilt. Die vorige visje was, ja, die was er echt slecht aan toe. Deze punt gaaf. Nou, 32 graden, geeft 38 graden op en de vis is gewoon actief. Heel lichtjes voeren, af en toe een paar handjes bollen erop. En we zien de vis springen, dus ja, het lijkt te werken, ze zitten erop. Dus deze gaan we terugzetten en dan gaan we zo eens even kijken of we ijs kunnen scoren om een koud biertje te organiseren hier. Dit wil je. Hoppa, inmiddels 38 graden gepasseerd, maar de rammelt lekker door. Even lekker wees opfrissen, zo'n alpenmeertje. Niks mis mee, beetje shampoo en zeep. Hoppa. Mooie vis erbij weer. Lijkt alsof ze in de avond weer wat groter worden, dus laten we hopen dat er nog een paar van deze volgen. Mooi vis, maat. Opruimen tentenkamp, jongens. Vannacht weer een nachtje met denk 2-3 uurtjes slaap. Dus heel veel aanbeten. Zijn redelijk naar de kloten. Gevangen tot 18 kilo. En nou, we gaan toch verkassen. Zoek naar een water waar we toch nog een bak kunnen vangen. Dus vandaag in ieder geval weer wat kilometertjes rijden en wat opties bespreken met elkaar.
Zo, flink stuk gereden vandaag. Heel eind richting huis al. Helaas de wateren waar we zijn bezig kijken die we in gedachten hadden, lagen zo vol met wier dat ze niet te bevissen zijn. Dus nu zijn we eigenlijk op een oud watertje waar we vaker hebben gevist. We mogen alleen die nacht vissen, dus nou alles als een gek in orde maken om morgen vroeg om 6 uur de hengeltjes nog scherp weg te kunnen leggen. En straks eerst even lekker pitten. Laatste avond, einde van de trip. Nachtvissen verboden, maar draaide vis op de sek. We dachten, kijk nog een half uurtje langer aan. Hij fluit gewoon aan. En gewoon nog een 40 pakken op de laatste avond. Morgen vroeg, heel vroeg nog even het wekkertje. Nog even 3 uurtjes proberen, maar wat een afsluiter. Wat een afsluiter, joh. Kijk wat een vis. Lovely days, echt geweldig. Andere kant. Echt een lange darm, hè? Prachtig. Happy. Lekker worden die vis gewoon. Mooi. Echt ongekend wat er nou weer gebeurt. Gisteravond net voor het indraaien pakken we een 40er. De hengels liggen net weer even in. En we pakken gewoon nog een spiegel van exact 20 kilo. En nog een spiegel van in de 15 plus. Dus ja, wat een afsluiter, hè. Het is bijna licht. We hebben ze even een kwartiertje weggehangen. Ze gingen vrijwel tegelijk af. En zo een fotootje maken. Mooi afsluiten, maat. Ja. Lekker, man. Wat een afsluiten, joh. Letterlijk een uur voor het inpakken. Simpel combi-richtje met een snowman. Dat deed hem. Eigenlijk vooral de vakantie veel ingezet. Hier wel drop-off gevist omdat er echt veel obstakels lagen, vooral aan de eigen kant. Als het dan allemaal bij elkaar valt, je laatste dag. Geweldig. Foto's maken. Zwemmen. Ik zal hem nog één keer laten zien.